En als ik dan in mijn gedachten nog eens denk aan die raadsvergadering bij ons in Eerswoud. Nou, dat was verschrikkelijk, mensen. We hadden een hele ouderwetse burgemeester. Zo'n burgemeester met zo'n ziek, zou ik maar zeggen. En die burgemeester, die nam in de rondvraag het woord. Hij zei dat tegen de wethouders en de raadsleden. Hij zei, dat wordt een toestand, mensen. Dat wordt een verschrikkelijke toestand. Want hij zei, als ik zondags in mijn kamer zit. En ik zie die jongens voorbij mijn huis fietsen, voor de ramen. Met een linnen zwembroekje aan. Hij zei, dan schaam ik me diep. En hij zei, ik zal over de mandjes met die korte rokjes niet praten. Hij zei, als er even te veel wind is, ga ik naar de achterkamer. Hij zei, ik ben een tijdje geleden achterom gaan naar de danszaal. En ik heb ze de boekere boekie en de jitterbuk zien dansen. Het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk, mensen. Hij zei, het is gewoon een wilde bijstenspul. En hij zei, ik voorspel jullie dit, mijn heren wethouders en raadsleden. Hij zei, het jaar 2000. Dan zullen wij mensen als dieren leven. Dan zullen we gras vreten, net als de koeien. Nou zat oude Gertje Dekker ook in de raad. En Gertje Dekker liep naar huis, naar de raadsvergadering. En die dacht bij zijn eigen, ik zal toch wel eens een uurtje in dat jaar 2000 leven willen. En toen boenis de smiddes het zontje hoog aan de hemel sting. Toen ging Gertje naar het achterste stikland. En het trok alles uit wat hij aan had. Hij had een touwtje om zijn lijf voor zijn pakje te bakken en zijn puppie. En hij krop op handen binnen door het grasland en het ratgras. En hij dacht bij zijn eigen, dat valt me niet tegen. Dat jaar 2000, dat valt me dik mee. Want als je dat een beetje uitzoeken, je neemt er een klevertje en je neemt er een eentje zuring. Nou, dan is mooi afwisselend hoor. Dan wordt het nog heel best. En hij kwam smiddags een uur later thuis. En zijn vrouw had de uurtjes scher. Hij zei, de vrouw voor mij maar niet opscheppen, ik heb al eten. Grasvreten had hij. Maar toen hij een week later weer raadsvergadering was. Toen vroeg hij zelf de Gertje Dekker in de rondvraag het woord. Hij zei, de burgemeester, ja, wat ze in de vorige vergadering had over het jaar 2000. Ja, we zei dat wij mensen in het jaar 2000 als dieren zullen leven en dat we gras zullen vreten. Hij zei, ik heb dat persoonlijk meemaakt. Hij zei, ik ben naar het achterste stikland gaan en ik heb gras vreten. Mijn lijf vol. Maar ik maak me over één ding. Maak ik me eigen heel bezorgd, burgemeester. Hoe zullen wij in het jaar 2000 met dat korte steertje de vliegen van ons lijf houden?